We lopen hier op een spoorweg in Frankrijk, die in 1972 of zo is stopgezet. En je ziet hier geweldige mooie natuur. Echt, het zit hartstikke vol met insecten en met vogels. Dat hele wittige, dat is walstro. Dan zie je nog een blauwe klaverachtige. Daarbovenuit torent het helemaal vol met levenkruid, bramen, clematis. En hier aan de andere kant zie je precies hetzelfde. Heel veel bramen zitten er ook nog tussen. Ik kwam net zelfs een houtpij tegen op de Boslaterus. Er staat hier ook heel veel Boslaterus. Echt een, voor Nederland een zeldzaam plantje. Echt geweldig. En hier zie je dus allemaal sleedoorns. Allemaal sleedoorns. Hier bovenin, clematis. En op de achtergrond uiteraard een windmolen die stilstaat, want het is bladstil hier. En allemaal pseudo-acacia's. De camping hier in de buurt heet ook de Acacia. Dit is volgens mij een... Ik moet er goed naar kijken, maar volgens mij is het een wilde kers. En hier zie je het Rapunzelklokje. Een havikskruid. En op de paden staat het vol met witte klaver. Die ongelooflijk veel bezocht wordt door allerlei insecten. Waaronder uiteraard ook de honingbij. In dit geval de Apis mellifera mellifera. In Normandië zijn ze echt volop aanwezig. Ook de impers die promoten. De zwarte bij. Prachtig bijtje die past in dit robuuste weer van de Normandie. Dit was de gewone berenklauw. Deze, niet de reuze berenklauw. Dat is een exoot. Maar dit is de gewone inheemse berenklauw. Het was dus inderdaad gewoon de kers. Je kan het hier zien aan de genervde bladeren. Dit is dan weer de clematis. Die prachtige bloemetjes geeft. En die ook volop helemaal bovenin de bomen klimt. Er staat hier nog een vlierbes naast. Hier zie je weer het Rapunzelklokje. En dan niet zo'n beetje, het staat er helemaal vol mee. Echt een schitterend plantje. Kijk, en zo groeit dan die clematis, die overwoekert hele bomen. Nou, geen enkel probleem, want de clematis die wil ook groeien. En straks komt die helemaal in bloei. Prachtig. Kijk, hier zie je wel allemaal bramen staan met clematis er doorheen. En op de achtergrond staan er allemaal pseudo-acacia bomen. Staat hier helemaal vol mee. En uiteraard, ja, wat we ook in Nederland zien, de klimop. Prachtige drachtplant voor september, oktober. En in de acaciabomen zitten natuurlijk allemaal grote mistletoe-planten. Die het blijkbaar ook heel goed doen op die harde, keiharde acaciabomen. Kijk, en in deze bomen zie je een soort steltwortels, althans lijkt het. Maar volgens mij komen die afkomstig van de... Zijn het de takken van de clematis? Kijk, hier nog een voorbeeld van die steltwortels. Dat ze noemen ze maar. En die kruipen helemaal naar boven. Boven. Mooi gezien. En wat die mag ontbreken, dat zijn natuurlijk de tamme kastanjes. Die inmiddels hier uitgebloeid zijn. Kijk, allemaal bramen. Die volop in bloei staan. En hierachter, dat is volgens mij een zwarte es. Nou, die heeft het blijkbaar hier ook moeilijk. Door de essenziekte. De toorts. Die staat hier ook volop. Levenkruid. En de borst nog vol. De brug wordt overwoekerd met klimop.
De hele lucht die hangt vol met insecten. Je hoorde de constant zoemen. Overal staan prachtige tongvarens. De hele wal staat er helemaal vol mee. Super, prachtig. Mooi lichtval. Kijk, en hier komt weer een stukje vol met acacia-bomen. Ja, ik ben weer bang dat het alles is. Kijk, al die wanden die zijn helemaal begroeid. Met bramen, clematis, levenkruid erboven en helemaal in die toppen van die bomen. Zie je niks anders dan bloeiende clematis. Kijk, nog even een voorbeeld van een braamstruik. Met volle vlinders. Ik geef ze hoog. Het hele bosje zit helemaal vol, dat ook helemaal door naar toe. Ongelooflijk zoveel. Kijk, en dan sluiten we even af met een prachtige acaciaboom met misteltoe. Waar we nu onder staan om ons geluk te brengen. En dan zie je dat dit een spoorbrug is geweest. Die 80 jaar geleden is gebombardeerd. Nou, dit is het einde van ons verhaal met de dracht in Normandie. Hey, au revoir.